Van een illegale houseparty op de Maasvlakte. Honderden jongeren zijn er al sinds zaterdag onafgebroken aan het feesten. Ook wordt er illegaal gekampeerd. Morgenavond om 9 uur moet iedereen weg zijn. Honderden housefans uit allerlei landen hebben zich verzameld op de Maasvlakte. Een mooi plekje om een goed feest te bouwen. Uitkijkend over de Maas wordt er al nachtenlang gedanst op housemuziek. Het terrein is een afgelegen gebied, dus de illegale kampeerders zijn ogenschijnlijk niemand tot last. Je hoeft geen intrede te betalen, niks. Je kan gewoon naar binnen gaan. Ik heb 5 verschillende soorten muziek, wat ik net gezien heb, dus het is leuk. Maar daar denkt de gemeente heel anders over. Er is geen sanitaire voorziening, dus iedereen doet zijn plasje en de rest een beetje in de buitenlucht. Als er wat is met de gezondheid van iemand, dan is de afstand enorm groot tot een voorziening, een arts. En als de gemeente zoiets laat voortduren, dan kunnen anderen zeggen, ja, als er wat gebeurt, dan was u wel verantwoordelijk. Vandaag deelde de politie een folder uit in 4 talen. Daarin wordt de feestgangers te verstaan gegeven dat ze voor morgenavond 9 uur weg moeten zijn. Het terrein moeten ze netjes achterlaten. De politie gaat ervan uit dat iedereen zonder problemen zal vertrekken.